te doen, hoor. Voor wie? Voor hem. Voor Peter? Oh, bij jou, hè. Waarom? Terug gewoon naar de kloot. Oh, niet verder? Hè? In feite, Larry die had problemen met de turbo voor de start, dus dat was één grote witte roodkolk en nog juist voor de start hebben ze olie bij gedaan. Zijn turbo was het aan de gegeven. En wij, op het moment dat wij oprijden, heeft hij dus juist voorsprong op mij. En we rijden dus die twee rondjes gewoon achter hem en we proberen hem voorbij te steken, want ik ben daar altijd veel sneller dan hem. Ieder proef ben ik 5-6 seconden sneller. En op het moment dat wij samen in een remzone komen, probeer ik hem uit te remmen. En we staan alle twee naast elkaar, maar er is geen een van de twee die wil toegeven. En we raken elkaar. En we gaan alle twee zijdelings gewoon een halve tête-à-queue. En hij vertrekt terug eerste. Dus hij vertrekt terug. En een kilometer of twee verder breekt zijn turbo. Ja, en ik ben dan opgehouden door die rook van die turbo. En hij dan op dat moment beseft dat hij rijdt gewoon uit de kap, hè, maar beseft dat hij een ronde te weinig gedaan heeft. En dan trekt hij zijn handrem, juist voor de finish, keert de kp terug in tegenovergestelde richting en doet snel nog een ronde. Ja, en dan verliest hij natuurlijk een enorme tijd. Had hij dat niet gedaan, hadden wij zeker meer dan een minuut verloren op die proef, door die witte rook, want we zagen niks. Hey. Alsjeblieft, hey. On va voir la caméra.
On regarde la caméra. On va voir la caméra. On va voir la caméra, d'accord? Kijk, een vriend kan hem een paal in de frenage en hem met de deur toegedoen. Ik moest dan nog zo met twee en een paal. Hendrik de Bijl. Hé? Hendrik, een camera aanrijdt. Ja, dat ook. Ja, de Bijl zit ook. Gaat nog even staan met de voile van de machine. Hallo? Maar ja, hé! Hey. No. Wat? Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. No. Oh, de camera. Ja, dat komt. Ik ben hier voor te vechten, zeker. Ik heb het gezien. We gaan zien wat de camera. Hij is slecht te verliezen. Ja, nee. Ik ben niet tevreden, want het is een rally met een nasmaak. Zo. Het is, ik vind het heel jammer dat dat op die manier gebeurt. En vooral de reactie aan de finish is erbarmelijk. Want dan, aan de finish hebben ze daar allemaal staan roepen en tieren en op de auto zitten kloppen en mij te slaan en doen. Ik vind het echt een reactie van een hooliganenreactie. Dans le zoning, je me suis fait percuter par un master. Et voilà quoi, ma voiture est bien abîmée, et puis mon turbo a cassé, mais ça n'a rien à voir. De toute façon, au départ de cette spéciale là, j'avais déjà une consommation d'huile, et puis le turbo a cassé en plein milieu de spéciale. Une idée, je ne sais pas pour l'instant, j'ai pas encore fait les calculs avec le temps qu'on a perdu en liaison et tout ça, on va voir. Yeah.